En dat hebben ze bij Feyenoord zich misrekend qua samenstelling van de selectie. Door zoveel Azië- en Afrika-cup-gangers in de selectie op te nemen. Weet ik niet. Het is wel een gegeven wanneer je spelers haalt die daarvoor in aanmerking komt. Ik hoorde je eerder dit weekend zeggen dat je gek werd van dat excuus dat het steeds wordt gebruikt. En dat mag, journalisten die elke keer daarna vragen. Dat is natuurlijk, weet je, dan geven ze ook antwoord natuurlijk, netjes. Dus het is gewoon een gegeven. Je hoeft dat niet elke interview, elke mogelijkheid aan te geven. Van ja, we missen natuurlijk ook die vier spelers. Ja, we missen ook die vier spelers. Ja. Maar dat wist je toch al? Het is een gegeven, maar wij zijn natuurlijk ook om wat achtergrond te bieden aan de mensen. Is het een fout van de selectiesamenstelling? Nou ja, als jij een spits haalt, voor een tweede spits voor heel veel geld. Ueda. En je weet ook dat die nog een maand weg is in januari. Ik weet niet of dat zo'n hele slimme zet is geweest. Sowieso heb je misschien niet al te veel te besteden. En dan 10 miljoen voor een tweede spits uit te geven. 8 miljoen voor Zerouki, die ook weg is. Ja, maar daar heb je nog andere spelers voor. Maar meer voor hem, want dat was bijvoorbeeld een speler die je gisteren dat heel goed had kunnen gebruiken. Mm-hmm. En als dat jou de tweede plek gaat kosten, zover is het lang niet, ja, dan is dat wel in misrekening. Nee, het is echt wel zo. Technische directeuren moeten, ja, zolang die kalenders echt niet gelijk lopen, moet je gewoon dat toch echt rekening mee houden hoe je selectie inricht. En ja, ik denk diegene moet zo buitengewoon goed zijn. Ja, als je ze nu bij Feyenoord eerlijk zou kunnen vragen, joh, als je nu nog eens je selectie mocht inrichten dit seizoen, zou je het dan anders doen? Dan weet ik zeker dat ze ja zeggen. Omdat het blijkt nu toch? En dan vooral qua Ueda of ook nog op andere plekken? Ja, daar zou je over kunnen twisten. Maar als jij twee spitsen hebt die niet uit Europa komen, zit je ten eerste altijd al met jetlags en reizen. En dan ook als jouw eerste spits dan eventueel geblesseerd is en je wil dan je tweede inzetten, maar dat kan dan eventueel niet, want ja, dat is toch eigenlijk heel gek. Jiménez zal maar morgen in hoop dat niet gebeurt, in blessure krijgen. Maar dat is toch eigenlijk heel raar. Gewoon, dat zeggen we niet nu, hè, want we hebben het voor de winterstop ook al besproken. Ja. Dus ja, goed. Maar gewoon, ik denk dat heel veel clubs heel veel andere dingen zou willen doen als ze in een half jaar kon terugkijken, zeg maar, met spelers. Nee, dat is zo. Vissarouki is natuurlijk ook een voorbeeld van een speler die misschien niet voor dat geld zou halen, omdat hij niet beter blijkt te zijn dan wat je had, zeg maar. Maar toch het samenstellen van een groep. Ja. Nou, ik denk dat er bijna geen clubs zijn die er rekening mee houden. Ajax in de gloriejaren had je ook met Haller en had je met Onana en Masraoui in Marokko. Ik denk dat je wordt op dat vlak. Het is ook niet erg. Nee, het is ook niet erg. Als jij in andere mogelijkheden hebt, zeg maar, die ook kan bijspringen, dan is het niet zo erg. Nee. Dan moet je nog een breder. Kijk, PSV zou het ook niet erg vinden om drie spelers nu te moeten missen in buitenspelen. Dan heb je zat van. Sterker nog, die missen ze nu ook. PSV mist ook vier als je kijkt bij Lozano en Lang. Ja. En dus die missen natuurlijk ook een hoop. Ze hebben wel meer geld, denk ik. Daar ligt gewoon. Maar ik denk dat het zou een leuk onderzoekje waard zijn of de clubs echt rekening mee houden. Maar ja. Ik denk dat sommigen wel. Ik denk ook sommigen wel, hoor. Maar een aantal niet, dat klopt.